Ja, dit is een ruimte die je normaal gesproken als bezoeker eigenlijk niet ziet. Maar dit is wel de plek waar overledenen binnengebracht worden. En dat brengt me meteen bij iets heel praktisch. Dat kan ook vannacht gebeuren. Voordat de mensen in het crematorium een plekje zochten om te overnachten, kregen ze eerst een rondleiding in en om het complex. Mensen vragen wel eens, zie je dan vlammen? Het gaat mij primair om bewustwording. Dat mensen bij zichzelf te raden gaan van wat roept dat op als je denkt aan overnachten op het crematorium of een uitvaartcentrum. Wat doet dat met je? Ik ben nieuwsgierig. Omdat ik 2 jaar terug de diagnose kanker heb gekregen. Ik vond het een bijzondere aangelegenheid om dit eens mee te mogen maken. Door het hele gebouw mochten mensen een slaapplek zoeken. Maar pal voor de verbrandingsoven slapen, dat viel niet mee. Ik dacht wel van, er moet nou toch niet in ene keer zo spontaan een knopje bzzzt, en dan ga je omhoog en dan ga je de oven in. Ik zou niet levend verbrand willen worden, dat nou weer net niet, nee. En dat zo'n nacht dicht bij de dood je bijzondere inzichten geeft, bleek vanochtend bij het ontbijt. Wij lagen vanmorgen een beetje te kletsen. We kwamen misschien wel tot de ontdekking dat het enger is. Dat de levenden enger zijn dan de doden. Misschien wel. Hoezo? De dood is niks. Niet nadenken, relaxed, rustig, fijn, niks.